Welkom bij een nieuwe Omroep Hulst informeert vanuit Tapijtwereld in Hulst. We kijken terug op een week waarin de dementerende Dag Anteunus uit Axel gelukkig na 2 dagen van bezorgdheid teruggevonden werd. Ecoloog Lucien Kalle uit Vogelwaarde heeft een speciale prijs ontvangen voor zijn veelzijdige inzet voor de natuurbescherming in Zeeland. En er werd eindelijk echt gesproken over het afschaffen van de tol op de Westerscheldetunnel. En nog een bijzondere redding deze week bij het land van Saaftingen. Een waterbuffel was vast komen te zitten in een gul. Voor de brandweer geen alledaagse klus. Maar de operatie is gelukt en de waterbuffel kon op zoek naar de groep. Maar er zijn ook minder positieve ontwikkelingen in de regio. Hulst moet alle vergunningen intrekken voor de ontpoldering van de Hedwiegepolder. Dat vinden de fracties van Hulst Plus en Groot Hontenisse. Alles om te voorkomen dat vervuild scheldewater en slip de Hedwiege binnenstroomt. En ja, dat die polder een puinzooi wordt, zo zeggen ze. Een motie met deze strekking, die haalde het niet. En er ontstond zelfs geruzie over. Ja, alle raadsleden waren het erover eens dat die vervuiling met die PFAS onmiddellijk moet stoppen. Dat de zorgen over deze milieuramp enorm zijn, dat mag iedereen weten. Maar de manier waarop Hulst dat kenbaar moet maken, dat leidde dus tot verdeeldheid en flink wat gebekvecht. En ze rijden steeds vaker door Hulst. Auto's waar de demper uit de uitlaat is gehaald. Met als gevolg natuurlijk veel herrie en geluidsoverlast. De politie gaat hierop extra controleren. Kom je met zo'n auto de politie tegen, dan krijg je een stevige boete en mag je ook niet meer rijden met de auto. Het kenteken wordt dan namelijk ingevorderd en de politie doet een WOK-melding. Wachten op keuring. Pas na keuring in Roosendaal, veel romslomp en natuurlijk geld, mag je er dan de weg weer mee op. Uit het oogpunt van milieu kan je natuurlijk sowieso beter de fiets nemen. En met de Zeeuwse wind is een elektrische fiets dan wel zo fijn. Nou, vanaf vandaag kan je in Catzandbad, Nieuwvliet, Sluis en Breskes een elektrische fiets lenen. Met een speciale app krijg je de fietsen van het slot. Nou, de gloednieuwe tweewielers zijn voor toeristen, maar ook voor zeeuwen die er gebruik van willen maken. Goed voor het milieu en voor je eigen energierekening is een idee dat geopperd werd in Hoek. Inwoners van Hoek zitten er in de toekomst misschien wel warmpjes bij door de restwarmte van de omliggende fabrieken. Voor de plannen is er veel belangstelling. Door de oplopende gasprijzen zou het een mooi alternatief zijn voor de inwoners van het dorp. Ook de omringende fabrieken hebben wel interesse in een warmtenet, omdat ze zo meewerken om hun milieudoelen te halen. Bent u nog gaan kijken op het Kom Erbij Festival in Den Dullard? Nou, het was er gezellig druk bij al die stichtingen en verenigingen die zich daar presenteerden. Nou, dat is te zien in de volgende beelden. Hulst voor elkaar, die was er natuurlijk ook te zien. Een organisatie die zich inzet voor jong en oud en regelmatig hier terugkomt. Zo wordt het beweegpark in Klingen al volop gebruikt door de basisschoolleerlingen. En wist u dat er iedere dinsdag in Kloosterzanden en in Nieuwname sporten voor 65-plussers is? Nou,
Plezier en bewegen, die staan voorop. En de eerste twee keer sport u gratis mee. Stuur gewoon een mailtje naar info@hulstvoorelkaar.nl voor meer informatie. Een traditie in de regio. In de kerk een kermismis waarin de overledenen herdacht worden. En natuurlijk echte kermisvlaai. Ook in Heikant kan het dit jaar weer plaatsvinden op maandag 25 oktober. Ook iets dat in vele dorpen nu eindelijk weer georganiseerd kan worden, zijn bonte avonden. Muziek, gedichten, dans, sketches en natuurlijk dialect als vaste ingrediënten. In Koewacht zal er op 5 en 6 november in de Vlashaard, dat is de plaats voor een bonte avond daar. Onze regio, u bent er misschien ook best trots op. Een kaartje sturen, dat is niet alleen voor toeristen, maar ook u kunt bij het infopunt terecht voor de nieuwste aanzichtkaarten met foto's van Hulst. Op 10 november is het de dag van de mantelzorger. Ook de gemeente Hulst wil dan mantelzorgers in het zonnetje zetten. Hulst zou ruim 7000 mantelzorgers moeten hebben, maar bij de gemeente zijn er maar 800 bekend. Kent u nu een mantelzorger die ook wel eens in het zonnetje gezet mag worden? Stuur dan een mailtje naar info@hulstvoorelkaar.nl of bel gewoon even met 014-684-700. Een opgeven, dat kan tot 28 oktober. Iedereen moet gewoon kunnen zijn wie hij of zij is. Dat lijkt zo gewoon, maar coming out day is nog steeds erg belangrijk. Daarom werd er in Terneuzen de regenboogvlag gehezen en er werden ook regenboogbankjes onthuld. Dit was het eerste bankje, maar er volgen er nog 5. De wethouder onthulde het eerste bankje samen met Mr. Senior Pride Lambert Veenhuizen, die zich met zijn stichting Roze 50PLUS al jaren inzet voor roze ouderen. Maar ook het Lodewijk College in Terneuzen zet zich in voor de LHBTI-acceptatie en viel daarmee in de prijzen. De school, of beter gezegd de GSA, dat is een groep Gender Sexuality Alliance van de school, die won de Zeelse Parel. Het is erg belangrijk dat deze leerlingen en leerkrachten zo een voorbeeldfunctie hebben voor jongeren die het soms best moeilijk hebben om uit de kast te komen of zichzelf durven te zijn. De Tractaatweg tussen Terneuzen en Zeilzaten ligt er keurig, maar 's avonds wel erg donker bij. Met als gevolg dat sommigen een afslag missen. Dat is extra vervelend als je dan pas aan de andere kant van de Westerschelde-tunnel, na betaling, terug kunt. Maar ook ambulancediensten hebben aangegeven de afritten als zwarte gaten te ervaren. De gemeente gaat nu samen met de provincie in overleg om een oplossing te zoeken. De inwoners en bezoekers van de binnenstad in Hulst moeten nog wel even geduld hebben. Tot medio maart volgend jaar zijn er op verschillende plaatsen in het centrum werkzaamheden ten behoeve van een nieuw riool. Ook bij de Grauwse Poort. Het is een grote zandhoop, maar naar verwachting is dat in november alweer toegankelijk. Voor een cursus die levens redden kan. Want kunt u reanimeren? Bij reanimatie telt iedere seconde en de gemeente Hulst wil graag een hartveilige gemeente worden. Daarom zal dit najaar op 8 plaatsen in de gemeente een gratis reanimatiecursus worden aangeboden door de plaatselijke EHBO-verenigingen. Stuur een mailtje naar mdehaas@hulstvoorelkaar.nl en geef door of u in Klingen, Kloosterzande, Grauw, Hulst, Lamswaarde, Nieuwname of Sint-Jansteen een cursus wil volgen. En aanmelden kan tot 25 oktober. Het is bijna Halloween. Voor veel kinderen leuk om eens echt te griezelen of snoepjes op te halen.
In verschillende kernen worden er activiteiten georganiseerd. Maar hoe zit dat met vampiers die in films te zien zijn? Op woensdag 27 oktober is er in de bibliotheek van Terneuzen een kidscollege. Voor nieuwsgierige kinderen uit groep 6, 7 en 8. Tussen 3 uur en 5 uur kom je dan alles te weten over vampiers in films. Janine Narebout weet er namelijk alles van. Het is helemaal gratis, maar je moet je wel even aanmelden via www.biepzvl.nl. Halloween voor honden. Nou, ook dat kan op zondag 21 oktober tussen 1 uur 's middags en 4 uur in Kuwait op het terrein van Alpaca World. Of kom zaterdag 30 oktober met uw hond een gezellige herfstwandeling maken. Bij de hondenspeelweide in Zaamslag kan je al vanaf 10 uur terecht. Niet alleen voor de wandeling, maar ook voor gezellig samen zijn met andere hondeneigenaren, demonstraties of warme soep. Bij Bossenpielen denk ik altijd aan de koeken die mijn oma vroeger had. Maar het is ook de naam van een hardloopwedstrijd die op zaterdag 23 oktober gehouden wordt in Vogelwaarde. Lopers die kunnen kiezen uit 4 verschillende afstanden. En voor kinderen is er een kidsrun van 1 kilometer. Als u kijkt op www.vvvogelwaarde.nl bij de activiteiten kunt u zich inschrijven. Natuurlijk zijn er mooie prijzen te winnen en er is een terras waar een coronapas niet nodig is. De coronapas, nou niet iedereen is er blij mee, al helemaal niet als je je niet eens kunt laten testen in Zeeuws-Vlaanderen. Nou, dan is uit eten gaan in België natuurlijk wel een optie, maar gelukkig Terneuzen heeft nu wel weer een testlocatie waar u een testbewijs kunt halen. Het blijft voor mensen uit Sluis en Hulst natuurlijk altijd wel weer rijden. Iedereen die zich betrokken voelt bij Zeeuws-Vlaamse bedrijven kan gaan stemmen. U kan gaan stemmen voor de NVO-prijs en dat kan tot 11 november op www.dezb.nl/NVO-prijs. Er zijn 6 Zeeuws-Vlaamse bedrijven geselecteerd en de 3 beste die gaan door naar de finale. Eind november wordt de winnaar bekendgemaakt. Maar stemmen kan dus tot 11 november. Wat fijn dat we weer wat uitgaanstips voor u hadden deze week. Blijf vooral uw tips en muzikale filmpjes opsturen naar redactie@omroephulst.tv. Zo is er weer tijd voor het Zeeuws klankboek. Luisteren naar boeken uit of over de streek. Muziek. Nou, iedere maand kan dat weer, deze maand 21 oktober, in het Schallemaai in Ossenisse. Het is fijn dat er in Ossenisse weer regelmatig muziek vanaf het podium klinkt. Nou, onlangs nog speelde er een groep People in Houses. En met een nummer van deze mannen sluiten we deze week af. Graag tot volgende week. Like that, you can tell it by the way she walks. She's an alley cat. Feel the heat, she's moving so funky. Her hips so tight, they make me feel high, so high, so high. You can tell it by the way she walks. She's an alley cat, yeah. Like that, you can tell it by the way she walks. She's an alley cat.
She's an alley cat.